De ontwerpwet kinderombudspersoon is gisteren door het parlement met algemene 41 stemmen goedgekeurd. Deze wet stelt regels voor de instelling van een kinderombudspersoon. Harriet Randien, voorzitter van de commissie van rapporteurs, vindt dat deze wet heel belangrijk is. Geen enkel aanwezig lid heeft tegen de aanname van de kinderombudspersoon gestemd. Randien is ingenomen dat, ondanks de meningsverschillen, het parlement tot een gezamenlijk standpunt is gekomen. Dat wij een erkenning geven aan deze wet en aan onze kinderen vooral. Dat wij die bescherming naar ze willen. Dat wij de rechten van de kinderen echt op hun plaats willen hebben. En daarom wil ik alle deskundigen, zowel van het ministerie als van DNA, bedanken voor de ondersteuning, voor de medewerking die we gehad hebben. We willen ook de regering bedanken voor hun ondersteuning. En natuurlijk wil ik alle collega's bedanken die vandaag de wet aangenomen. En natuurlijk vergeet ik de commissieleden niet. De commissieleden wil ik bedanken dat ze altijd aanwezig waren en het werk mee hebben helpen doen. Dank je. Deze wet is bedoeld om het systeem van rechtsbescherming van kinderen uit te breiden. Een behoefte die in de praktijk sterk is gebleken. Ad interim minister van Justitie en Politie David Abiyamovo zei na de aanname van de wet dat dit een grote stap is voor Suriname in het waarborgen van kinderrechten. Heel belangrijk. Ik ben daarom bijzonder verheugd dat in feite aan beide kanten van de Kamer, dus Kamerbreed, algemene stemmen, deze wet is aangenomen. We hebben ons als regering onze uiterste best gedaan om zoveel als mogelijk inzichten van de leden van het parlement mee te nemen. Het is niet altijd gelukt, maar ik ben blij, ik ben tevreden met de mate waarin onze deskundigen zich hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. Ze hebben keihard gewerkt aan de totstandkoming van de wet, waarvoor uiteraard mijn hartgrondige dank. De wet voorziet in een vorm van rechtsbescherming voor kinderen, waarbij de kinderombudspersoon verantwoordelijk is voor het behandelen van de klachten en het uitvoeren van zijn of haar taken en bevoegdheden. Het wetvoorstel werd op 29 september 2024 ingediend door de regering.